De beelden van de Latijnse school die gerestaureerd werden zijn klaar om teruggeplaatst te worden. Deze week werd de laatste hand gelegd aan Petrus, een van de 12 apostelbeelden. Restauratiebedrijf Meesters In uit Tienhoven is een jaar bezig geweest met de restauratie. De 12 apostelen hebben we zoveel mogelijk gerestaureerd. Teruggebracht naar de oorspronkelijke staat. Vervolgens zijn die beelden gescand en uitgefreesd door de robot. En vervolgens ben ik en twee andere beeldhouwers, we hebben de beelden vervolgens helemaal tot in detail uitgewerkt. En daarin schep je echt iets nieuws. En wij zijn eigenlijk ambachtslui die replica's maken. En dat schurkt wel tegen kunstenaarschap aan, maar in mijn optiek is het in ieder geval zo dat er toch een verschil in zit. Het is altijd erg moeilijk te voorspellen, de steen is natuurlijk toch gewoon een natuurproduct. Hangt ook van de weersomstandigheden af, de plek waar het staat. Maar over het algemeen moet dat toch minimaal een halve eeuw zijn, zou je zeggen, ja. Ah, dit is Petrus. Zoals je ziet heeft hij een boek en een sleutel vast. En Petrus is natuurlijk degene die de mensen toelaat tot de hemel, of die bepaalt of je binnen mag. En wat mij erg opvalt is eigenlijk de vorsende blik. Even de weinig heeft hij echt een hele duidelijke blik die, nou, ik vind hem eerder afkeurend dan goedkeurend, maar hij kijkt heel duidelijk erg kritisch. En dat vult wel aan wat eigenlijk zijn taak is.